bij ons op school doen ze eigenlijk niet echt aardig tegen homo's en lesbisch. Als je een homo bent, denk ik dat je wel door een paar kinderen hier gepest gaat worden. Ik weet eigenlijk niet eens zeker of wel homo's hier op school zijn. Ik ken niemand bij ons op school die homoseksueel is. Maar ze zullen er wel zijn, maar ik denk dat die leerlingen het ook een beetje geheim of zo willen houden. Omdat ze zelf ook wel begrijpen dat het eigenlijk niet zo heel slim is. Velen vinden het wel vies of kunnen niet tegen van homo's, maar ik vind het niet zo erg. Ik pest ze niet, maar ik hoef ook niet met ze om te gaan. Ik denk wel dat hij gepest zal worden op school als iemand homo is, want kinderen zijn niet echt heel vriendelijk tegen homoseksuelen. Op veel middelbare scholen wordt homoseksualiteit nog steeds niet volledig geaccepteerd. Homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord en 30% van de jongeren denkt dat je beter niet kunt zeggen dat je homo, lesbisch of bi bent. Daarom wordt hier op het Altra College aandacht besteed aan de acceptatie van homoseksualiteit. Lerares Floor zet zich hier extra voor in. Wij hebben op school een GSA, het is de Gay Straight Alliance. En dat betekent dat wij een verbondje proberen te maken tussen leerlingen en docenten. En wij spannen ons in om te zorgen dat iedereen, ongeacht geaardheid, zich prettig kan voelen hier op school. Omdat wij in school zijn met kinderen met een pittig karakter soms, maar ook gewoon kinderen die heel veel mee hebben gemaakt. En als je geen hetero voelt wat de meeste mensen zijn, dan is het toch heel moeilijk om daar iets over te zeggen of daarvoor uit te komen. En wij vinden het heel belangrijk dat dat toch kan. Ik vind dat het eigenlijk gewoon geaccepteerd moet worden. Kijk, je hoeft niet per se bevriend met diegene te zijn, maar je hoeft ook niet per se te gaan haten. Vandaag hebben we weer een actie, want je ziet in mijn lokaal hangt ook altijd wel een poster. Maar deze posters vinden ze bij onze school toch ingewikkeld, want het is wel heel erg duidelijk dat dat om homo's gaat. Wij hebben ook posters waarin staat van ik val op die, ik val op die. En dan kun je kiezen. En dat is eigenlijk wat we willen, dat je kan kiezen van wie je wilt houden. Ja, wij hangen die posters op om te zorgen dat je, ook al durf je niet uit de kast te komen, dat je toch het gevoel hebt dat je oké bent zoals je bent. En dat het eigenlijk heel normaal is dat je op verschillende mensen kunt vallen. Ik denk dat wij die posters ophangen, zodat andere leerlingen ook kunnen zien dat het best oké is om homo te zijn. En dat je je er niet voor hoeft te schamen en dat je het gewoon zou kunnen zeggen. Ik denk dat school gewoon vindt dat alles kan. Als je homo bent, dan kan het gewoon, denk ik. Als je lesbisch bent, kan het ook gewoon. Wat ik graag zou willen is dat de leerlingenraad uiteindelijk de GSA overneemt. Want nu vertel ik het steeds, maar het heeft natuurlijk veel meer zin als ze zelf steeds tegen elkaar zeggen, luister, zo gaan we hier niet met elkaar om. Je mag hier gewoon homo of lesbisch zijn. Of transgender, het maakt hier niet uit op het altijd. Dat zou prachtig zijn. Dan hebben we een heel veilige school voor iedereen. Wil jij meer informatie over de GSA? Kijk dan onder dit filmpje.